Hallo iedereen! Hallo! Welkom bij weer een nieuwe Cocktail Hour Talks met Alyssa en... Niels! Het is voor ons Dry January, hoe zeg je dat? Dat is blijkbaar een ding, dat wist ik eigenlijk niet, want hier in België doet iedereen naar februari. Maar in Holland blijkbaar doet iedereen dry January. En dan doen wij dat in January. Ja, voilà. Dus wij doen ook dry January. En wij drinken deze maand geen alcohol. Dus we gaan een alcoholvrije gin maken. We hebben clover alcoholvrije gin. We hebben premium... Indian tonic water, Valencian dat is orange tonic water met orange. Oké, okay. We hebben een limoen, we hebben gemberbier en we hebben twee glazen rasp, wat is dit? Een maatje en rietjes, organische rietjes voor de planeet te saven. Save the earth. Ja, staat erop. Dus we gaan een alcoholvrije gin maken vandaag. Ik heb ook voor de gelegenheid speciaal mijn Friends t-shirt aangedaan. Omdat we hier zijn met onze Friends. Slim. Niels doesn't like Friends. Fun fact. Allee, not so fun. Maar wel een fact. Saai. Ja, ik ben wel saai. Ik vind je humor gewoon niet grappig. Dat is echt heel veel over een persoon. Nee, ik kan er ondertussen al wel mee leven. Oké, okay. Gaan we starten? Ja. Oké, okay. We beginnen met ijs. Ijs, ijs, baby. Ik heb het gevoel dat we dat vorige keer al zongen. Ja. Ja, nee? Nee, niet, dan moet je eens terugkijken. Ja. Throwback TV. Throwback TV? Yes. Dat is dan ding. Is dat niet al genoeg ijs? Voilà. Nee, hier is dan te weinig. Te weinig? Voilà. Dan doen we het maatje. Gin, 5. Mineraal, zijn het er niet. 5. Ja, daar heb ik al gekeken. Centiliter. Ah. Eens kijken hier. Staat dat erin of is dat gewoon helemaal staat vol? Erin, ja. Helemaal niet vol, 50. Niet, ja. Doe de ver. Je moet je gaan beslissen welke dat je wilt. Dan wil je die met orange of de echt gewone? Ja, ik wil orange. Mag orange, ja, ja, dat mag. Okay. Ik ga voor u de gewone doen, hè? Ja. Okay. Oeh, mij. Rustig, hè, dat is met dat ijs. Oké. Okay. Oh, ik heb geen geduld, wel een beetje. Oké, okay, 1. 2. We hebben ook nog gemberbier of wat? Maar dan ja, maar dat is voor die andere. Gaan we er niet in doen. Je kunt er een beetje in doen, maar ja, dat is zo waste van dat flesje. Ja, dat is dan nog iets anders. En dan limoenzesten. Oeh, dat is toch zo, hè? To spice it up. Zeg stoppen. Komt niks uit. Oei. Ik ben wel echt de juiste kant aan het raspen. Ja. Wil jij nog wat? Ik ga er nog een beetje limoensap in doen. Want ja... Die munt staat erbij. Ja, we hebben geen mint. Okay. Ik ga er met een eigen twist aan geven. Oké. Okay. Maar niet te veel. Oké, okay. Ben benieuwd. Ik heb al orange, hè, dus dat ga ik niet doen. Nee, dat ga ik niet. Ik ga wel een paar blauwe besjes. Hoeveel zou ik erin doen? Ook al 5. Zo. Ja. Jij ook? Ja, is goed. Alrighty. Alright. Rietjes nog. Dan zijn we al klaar. Het is niet zoveel werk. Maar goed voor ja, alcoholvrij, hè. Op een zaterdagmiddag om 4:15. Dat mag alles. Okay. Let's bring it. Oh, heb je geen snacks? Ik heb nog iets chips van Annelies, die veertjes chips daarachter. Deze ook, dat was lekkere chips. Ja, die wil ik niet, ik wil deze. Ik
ga verdelen. Mijn zus heeft die hier achtergelaten bij het pakket zitten. Ik geef het wel alleen nog. Ja, ik geef het wel alleen nog. Oké. Let's go to the sofa and talk about things. Over seks weer zeker? Waarschijnlijk. Mensen zijn alleen maar geïnteresseerd in seks. Alleen maar seks. I don't blame them. Come on, ask away. Ik zal het eerst afregels zijn. En met een volledig Kempisch accent. Precies populair onder de volgers. Oh, de volgers vinden dat Niels praat. Hé, hey, waar is mijn chips? Dat Niels praat als Nick van Big Brother. Maar dat kan, hè? Als je kijkt, Nick. Hé, hey, mateke. Straks gaan we nog eens hier een drinken in de Reflex, denk ik. Dat is in Westel. Daar hebben ze een hamburgerkraam en een holligkraam. En je kunt er alles krijgen. En fun fact, Nick en Niels zijn vrienden. Jullie goede mayonaise. Wat? En hoe is het? Goed. Ze komen kus. Lekker. Mijn kus. Mijn is wel echt heel lekker. Mijn is zuur, hè, maar dat heeft mijn eigen schuld die je moet. Maar toch nog, oké. Oeh, het is echt heel zuur. Maar jij hebt ook die orange tonic. Ja. Ik vind mijn veel lekker. Dat is veel lekker. Alrighty, ik heb de vragen opgeslagen. En er werden er wel veel interessante, moet ik zeggen. Oh. Ja. Ik heb ze niet allemaal kunnen nemen, maar voor de volgende cocktail talks. Doen we er wel nog meer. Oké, vraag 1. Are you ready? Mm-hmm. Hechten jullie veel belang dat jullie relatie op social media komt? Ik heb bijvoorbeeld al 5 jaar een relatie en ik zet eigenlijk nauwelijks nooit een foto van Puup op Insta of Facebook. Dus Puup is de naam van een vriend of vriendin. Ook omdat die persoon niet graag op de foto staat. En soms heeft ze schrik dat mensen zouden denken dat ze geen goede relatie hebben. En soms voelt zij verplicht om iets te posten of om te tonen aan de buitenwereld dat jullie dat ze echt gelukkig zijn. Voelen jullie soms ook die druk? Ten eerste, hechten wij daar belang aan dat jullie relatie op social media komt? Kijk nu naar mij eerst of wat? Ik weet mijn antwoord al, maar... Ja, hecht ik daar belang aan? Mij maakt dat eigenlijk niet zoveel uit, nee, maar dat is gewoon part of the job, hè. Ja, ik denk dat dat voor ons gewoon, allee, voor mij, anders is. Ik hecht daar inderdaad wel veel belang aan, maar dat is omdat ik mijn leven met jullie deel. En ja, ik kan natuurlijk ook Niels zo op de dingen houden, op de achtergrond, en Niels daar niet in betrekken. Maar ik deel alles van mijn leven, dus waarom zou ik Niels dan niet delen? Dus ja, voor mij is dat wel belangrijk. Maar ik snap, als dat niet je job is of niet je doel in het leven, dat je dat als man niet wilt. Dat begrijp ik wel. Niels vindt ook niet altijd leuk om op foto's te gaan. Ik zou zeggen, 80% wil hij liever niet op de foto dan wel op de foto. Maar... jij weet ook wel dat dat voor mij belangrijk is en dan doe je dat wel. En het is niet dat ik elke dag zeg, kom, we gaan foto's maken. Dat is misschien echt zo'n fotodag, 1 keer om de 2 weken of zo. Zoiets, ja. En voor de rest, ja, gewoon spontane dingen of zo, maak ik wel eens foto's van. Zoals onze weekend drop op maandag op Mina Loop Instagram. Maar dat zeg ik niet, poseren eens of doe eens dit of doe eens dat. Dat is gewoon iets heel organisch wat we dan posten. It's not scripted. It's ja. Real. Maar ik vind niet dat je dat moet doen om aan de buitenwereld te tonen van... kijk, we zijn een koppel en ik heb een vriend of zo. Ik denk echt niet dat dat nodig is. Hmm. Als Niels dat echt niet zou willen, dan zou ik dat ook niet doen. En dan... maar die vraag komt volgens mij omdat in de week... was er iets over die seksuele lotte die daar iets gepost had over dat koppels die daar hun
ja, die veel foto's samen posten, hun relatie zou slecht zijn of zoiets. Of zo. Ze zouden dat faken naar de buitenwereld toe, omdat iedereen perfect moet zijn op social media. Ja, deze vraag is wel van daarvoor, van begin januari, toen ik had gepost. Maar inderdaad, dat denk ik ook wel. Er zijn echt genoeg koppels die online posten dat ze, ik weet niet hoe gelukkig zijn, en dan het echte leven dan niet zijn. Dat gebeurt ook heel vaak. Dus ik heb niet zoiets van, oh, als jij op social media gans zit te tonen van, ik heb mijn lief en ik heb mijn partner, kijk eens hoe gelukkig wij zijn, dat dat daarom het echt ook zo is. Wij zijn nu wel heel gelukkig. Nou, kan goed dat dat zo blijft. We hebben geen moed. Mijn hoofd. Maar ja, ik denk als je partner dat niet wil of niet graag op foto staat, dat je die zeker niet moet dwingen. En ja, dat, als die dat niet wil, is dat gewoon zo, denk ik. Ja, niet. Dat is waar, ja. Voelen wij die druk? Ja, ik voel persoonlijk natuurlijk wel de druk om Niels te delen. Want bij mij was dat al van, oh, ik heb er nu lief of zo. Mensen begonnen wel zo te merken op social media ergens. Omdat ik eens in een story een hand of zo van u zag. En dan had ik wel de druk van, oei, ik moet dat delen met de mensen. Mm. Maar ik denk als dat niet uw job is en uw vriend er niet echt achter staat, let it go, laat het los. En je zult soms wel eens een foto samen maken of zo, maar niet pushen. Als iemand daar niet voorop staat, dan is dat zo. En niet iedereen is gemaakt om te poseren en voor de camera te staan. Hè. Ik zou dat ook moeilijk zijn in het begin. Ja, ja. Alleen nu nog, hè. Maar ja, nu nog. Ik heb geluk dat ik hier een professional heb zitten en haar beste vriendin die onze foto's neemt, maar ook een professional is, hè, dus ik moet eigenlijk niks doen. Ik moet gewoon mee op de foto staan, natuurlijk. En ja, onze foto's zijn als we met Celine shooten bijvoorbeeld, dan is dat gewoon wel heel natuurlijk. Dan zijn we aan het lachen en kusjes aan het geven en daar wordt niet bij nagedacht. Dus en Celine weet een mooie eruit te kiezen. Maar ik zou dat spijtig vinden als mijn vriend daar niet mee akkoord was, omdat dat mijn job is, maar los van mijn job, als dat niet mijn job was, dan zou ik het wel accepteren. Ja, niet meer dan logisch, hè, eigenlijk. Ja. En misschien moet je daar ook gewoon eens een goed gesprek over hebben. Want als jij wel eens graag iets met je vriend post, kun je daar ook eens over praten en zeggen van, ik zou wel graag eens een foto van ons twee samen posten. Kunnen we dat niet eens maken? Hè? Daarom moet dat niet een hele fotoreeks zijn en elke dag, maar eens af en toe. En gewoon daar ergens een compromis sluiten. Mm-hmm. En wat ik ook altijd zeg, want jij ziet jezelf ook niet heel graag op de foto. Wat dan wel goed is voor een man, als die je een kusje geeft of zo, dan staan ze er niet zo full face op, snap je? Ja. Dus dat is wel misschien een tip. Dat is mijn truc. Ja. Oké. Ik ben al 4,5 jaar samen met mijn vriend. In het begin is er iets gebeurd met een ander meisje. Eigenlijk gewoon een simpele massage. Maar zij wou meer met hem en bleef constant sturen. En hij ging erop in. Milky en Muffet zijn hier echt elkaar aan het lopen. Toen ik in Turkije op reis was. Dus toen is dat gebeurd. Ja, ja. Na dit te gebeuren ben ik nog steeds jaloers als ik zie dat hij exen of meisjes van vroeger toevoegt op Instagram. Het is echt moeilijk. Hij heeft ook weinig complimenten. Geeft ook weinig complimenten. Ja. Misschien is het daarom dat ik ook niet zeker ben hoe graag hij mij ziet. Het is een tough one, hè? Een lange vooral ook, laat mij nog eens zien. Begrijpend lezen, hè? Ja. Ja, dat is gewoon een vertrouwenskwestie, hè? Nou, een vertrouwenkwestie. Ja, dat meisje is natuurlijk geraakt door dat die kerel, ik veronderstel dat hij een andere meisje een massage heeft gegeven, of andersom, of een andere meisje hem een massage gegeven. Ja, maakt zelfs niet uit. Maakt eigenlijk weinig uit, dat is niet oké. Ik zou dat niet leuk vinden als ik op vakantie ben,
En ik kom terug en jij zegt tegen mij, ja, ik heb, was dat nu de ex of wat? Of? Nee, random. Ah, een ander meisje. Ik heb een ander meisje een massage gegeven. Of een ander meisje heeft mij een massage gegeven. Ja, ik zou daar persoonlijk niet mee opgezet zijn. Nee, ik ook niet. Ja, dat is moeilijk, hè, want ze is nog altijd samen daarmee. Dus er is wel iets wat jullie bij elkaar houdt, natuurlijk. Ja, ik snap de vraag ook niet. Wat is de vraag? Want dat is eigenlijk info, hè. Dat we nu hebben, eigenlijk. Misschien is het daarom dat ik ook dat hij nog steeds, hij mij ziet. Ja, en ook dat hij nog steeds jaloers is als hij ziet dat exen van vroeger of meisjes of zo die toevoegen op Instagram. Ja, dat kan ik ook wel goed begrijpen. Ik moet... Ja, oké, maar het is ook wel, je weet ook niet hoeveel jaar of maanden er al over zijn gegaan. Als die mensen eigenlijk wel zou bewijzen, dan denk ik dat haar vertrouwen snel zou terugkomen. Maar ja, hij doet het precies niet, want hij geeft ook weinig complimenten of andere dingen. Ja, maar dus ja, de complimenten ding is ook weer zoiets wat je hebt of niet, vind ik. Ja. Allee, je hebt gewoon mensen die niet vaak complimenten geven en je hebt mensen die met complimenten smijten. Ja, je moet gewoon eens praten, hè, over hoe dat zit in je relatie. Hè. Want ja, als er weinig complimenten worden gegeven, is er dan ook weinig affectie naar elkaar toe? Of, want ja, dan is er misschien sleur aan de hand of zo, weet ik veel, dat je bij andere mensen iets gaat zoeken. Ja, ergens heb ik zoiets van, je bent al 4,5 jaar samen, dat is in het begin gebeurd. Dus had je dat misschien in het begin direct moeten aanpakken en daarop moeten reageren, want als zoiets al begint in het begin van een relatie waar het spannend en leuk hoort te zijn, is dat al redelijk verkeerd, vind ik persoonlijk. Dan zou ik al afhaken. Dan zou ik wel al persoonlijk, hè, iedereen is daar anders in, maar ik zou wel persoonlijk zoiets hebben van ja... Allee, als wij nu aan het daten waren in het begin en jij zegt mij, ja, er is een ander meisje geweest, of ik was bij een ander meisje en die heeft mij een massage gegeven. Ja, ik weet niet, dan zou ik wel zoiets hebben van, ja, zeg, je bent hier met mij aan het daten, ben je ook nog met anderen dan bezig? Oké, laat maar zijn. Dat zou voor mij al gewoon vertrouwen vanaf het begin niet echt oké zijn. Maar je bent wel 4,5 jaar verder en je hebt dat toen niet aangepakt en ik snap dat dat in je hoofd blijft en dat je dan jaloers bent en zo. Dat begrijp ik heel goed, maar ergens heb ik ook zoiets van ja, nu is het te laat en probeer je daarover te zetten, probeer erover te praten dat je het daar wel nog moeilijk mee hebt of zo en te zeggen van het zou leuk zijn als je iets meer je best doet voor mij, mij af en toe eens een complimentje geeft of zo. Als jij dat verlangt en dat is uw love language van te ontvangen, van eens een complimentje te krijgen of zo, dan vind ik zeer zeker dat je dat mocht zeggen. Iedereen verdient een complimentje. Ja, inderdaad. En je mocht dat echt wel gerust zeggen. En ook zeggen van, kijk, ik heb het daar nog altijd moeilijk mee wat er is gebeurd in het begin. Maar we zijn 4,5 jaar verder. Ik heb u de kans gegeven. Maar ik zou toch graag hebben om eens iets meer een complimentje te krijgen, een oprecht complimentje dan natuurlijk. En soms twijfel ik er wel aan of je mij graag ziet omdat je mij zo weinig complimentjes geeft of niet genoeg zegt dat je mij graag ziet. Ik denk dat je daar, dat gevoel zeker normaal is naar wat er is gebeurd en dat je dat zeer zeker mocht zeggen. Ja, dus het is eigenlijk ja, tip aan haar vriend om haar wat meer te laten voelen, ja, dat ze nog geliefd is door hem. Ja, zeker naar wat er is gebeurd. Als je laat zien dat je relatie, dat je bijvoorbeeld gaat en dat je haar nog altijd graag ziet, dan denk ik dat haar vertrouwen wel gaat terugkomen. Ja. En dan zal dat misschien ook minderen, haar jaloezie ten opzichte van. En die jaloezie naar exen of meisjes van vroeger, dat heeft daar ook niet per se iets mee te maken, denk ik. Ik denk dat iedereen dat wel eens heeft. Ik heb zelf ook wel eens een zwak moment dat ik mij onzeker voel als Niels iemand volgt van vroeger waarvan ik denk dat is wel een knappe, daarom niet zijn ex of exen of zo, maar gewoon random. Dan voel ik mij ook wel eens onzeker. Ja, allee, ik denk wel dat dat normaal is, maar ik heb wel zoiets van dat is een ex, laat
dat is een ex en een ex wordt ook in het verleden. Ik volg geen een van mijn exen, denk jij ook niet. En ik denk ook wel dat dat een juiste manier is, want waarom zou je nog iets te maken willen hebben of een inzicht willen hebben in het leven van een ex? Dat is het verleden, dus laat dat ook los. Hebben jullie ooit getwijfeld over jullie geaardheid? Zo ja, hoe waren jullie er dan zeker over? Nee. Ja, ik denk niet dat Niels ooit heeft getwijfeld aan zijn geaardheid. Nee. Wat heel oké is, en het is ook heel oké als je daar wel over twijfelt of hebt getwijfeld. Ik zelf heb wel getwijfeld over mijn geaardheid. Iets wat niet heel veel mensen weten. Ja, jij weet dat wel, hè? Nee, mijn beste vrienden en zo weten dat wel allemaal. En nu zelfs jullie ook. Maar ja, ik heb wel gezegd, zijt je zeker eigenlijk dat dat non-alcohol is? Dus. Ja. Ik voel dat precies. Dat kan niet, het staat erop. Of is dat van die Nalu of zo? Ik voel me ineens zo. Dat is omdat je je duister verleden gaat. Mijn duister verleden. Nee, helemaal niet. Ik heb wel even getwijfeld. Ik denk toen ik 19 of zo was aan mijn geaardheid. Ja, waarom? Weet ik eigenlijk niet. Ik weet eigenlijk niet waarom ik daar ben over beginnen twijfelen. Maar er was een tijd dat ik meer op stap ging. En toen heb ik een meisje leren kennen. En daar klikte het heel goed mee en zo. En toen dacht ik wel even van, dat is raar, want ik had daar wel ergens een beetje gevoelens voor. En vond ik heel raar, want dat had ik nooit voor een meisje gehad. Ik heb dat dan ook met toestemming toen in die relatie een beetje uitgepluist, wat dat al was. Of hoe ik mij daarover voelde, of waarom mij dat juist aantrok. En daar ben ik ook ja, een beetje, hoe moet ik dat zeggen? Ik wil niet alles prijsgeven, man. Ik kan er niks over mee praten. Ik was er niet bij toen. Hè. Ik weet het niet. Maar ik weet het wel, maar. Ja. Ja, gewoon. Ik heb dat toen een kans gegeven. Daar zijn wel wat dingen gebeurd. Dat is niet. Dat is geen relatie geworden, helemaal niet. Maar ja, dat is wel een beetje zo een. Dat is wel zo'n beetje een experiment geweest. Omdat ik wel zoiets had van misschien kan ik wel iets voor meisjes voelen of zit dat er wel in. Maar als ik daar dan iets verder in ging en dat meer ontdekte, besefte ik ook dat dat niks voor mij was. Gewoon. Dus allee, gewoon voor mij persoonlijk ingewikkelder om met een meisje een relatie te hebben. Veel meer drama. Allee, een relatie. Ik had geen relatie, maar gewoon veel meer drama en veel meer gedoe. En ik heb toch zo die mannelijkheid nodig. Dus ja, ik heb daar wel even aan getwijfeld. Maar niet per se dat ik lesbisch was, maar eerder of ik bi was. Maar ik denk dat iedereen dat wel eens kan hebben misschien. Zeker als vrouw, dat je wel zo denkt van, zou het kunnen? Maar ja. Ik weet het niet. Je zei geen hulp, hè? Ja, ik weet het niet. Ik kan er niks op antwoorden. Hè. Wat kan ik erop antwoorden? Ja, dat zou kunnen, ja. Ik weet het niet. Nog nooit meegemaakt, persoonlijk. Ja, nee. Ik heb nog nooit. Jongens, dat zou ik wel anders nog denken. Iets voor mannen gehad. Nee. Dus. Maar dus, als je daaraan twijfelt, zou ik zeggen: probeer het. Experimenteer. Kijk hoe je daarbij voelt. En voelt dat goed? Dan is dat heel oké. Voelt dat niet goed, dan is dat ook heel oké. En dan denk ik dat je wel weet wat je wilt. Het kan ook zijn dat je niet weet wat je wilt en dat je bi bent. Of dat je gewoon op persoon valt, op het innerlijk en niet per se op het geslacht. Ja. Als je dat pad niet bewandelt, weet je ook niet waar je uitkomt. Nee, dus dat. En ik twijfelde toen, ik heb het geprobeerd. En het was gewoon niet mijn ding. Het was gewoon. Je kunt ook met slalom bewandelen. Voilà. Het was gewoon heel veel drama en gedoe. Dat was zelfs, ja, dat was geen relatie zoals ik zei. En toch was er al zoveel drama en gedoe. En zo typisch vrouwen. Ik weet niet. Dat gevoel had ik. Niet dat alle vrouwen drama en gedoe zijn. Maar toen wel. Toen voelde dat zo voor mij. Dus ik had zoiets van. Ik snap wel dat twee vrouwen samen meer drama hebben dan twee mannen samen. En het was wel meer een
mannelijker type. Maar nog was het zo veel drama en gedoe. En dat vond ik niet leuk. Dus ik heb hier weer iets heel open op de YouTube gegooid. Hè. We kunnen deze... Ja, dat is niks voor jou. We kunnen deze... Dat was al jaren geleden, dus ja. We kunnen deze titelen... Talisa had een lesbische ervaring. Talisa's dark secrets. Mijn mama weet dat zelfs, denk ik niet echt. Mijn mama heeft die persoon zelfs wel ooit ontmoet. Ik weet niet of ze dan zo wel een idee had, maar... Hoe hebben jullie bepaald waar jullie gingen wonen? Aangezien Niels van Antwerpen is. Easy, ik heb gewoon gezegd, we gaan op Paal wonen. Ja, easy, je hebt gewoon gezegd, ik wil niet in Geel wonen. Ja. Dus voor mij was eigenlijk, ik hoef ook niet per se in Geel te blijven. Zolang dat de afstand naar mijn werk nog reëel is. Ja. Ik moet nu een kwartier rijden, vroeger 5 minuten, maar ja, dat scheelt 10 minuten. Dus ik sta nu gewoon 10 minuten vroeger op. En that's it. Ja. En de rest... En voor mij was het gewoon, in vorige relaties, spijtig genoeg voor Niels, ben ik altijd degene geweest die is verhuisd naar de plaats van... Ik ben aan het stikken in de shit. Drink eens. Dat is zo droog zo, hè. Few inches later. Ik had nooit een keuze of mijn exen wouden nooit voor mij ergens naartoe komen. Of naar, ja, naar Beringen verhuizen dan, of naar Hasselt of zo. En dat vond ik altijd wel spijtig. En ik ben dan wel altijd verhuisd. Ik heb in Bilze gewoond. Heel even in Genk. En dan in Hasselt. Maar Hasselt was ook wel mijn keuze. In Hasselt woonde ik ook wel oprecht echt graag. En ja, spijtig genoeg voor Niels had ik nu wel zoiets in mijn hoofd van... Mijn volgende vriend... Ja, voel ik wel dat hij het echt over heeft voor mij om wel te verhuizen naar waar ik woon. En gelukkig wou Niels dat. Hier ben ik. In Paal. En ik ben Limburger geworden. Ja, deed dat pijn? Nee, maar zoals uw pa zegt, ik heb een beetje van mijn verstand moeten weggeven. Operatie. Ja, dat is niet waar. Ik heb het een beetje verstand bijgekregen. We hebben veel moeten nagekregen. Ja, we zijn nu al... Allee, hij is officieel ook Limburger. Ik was dat altijd al. En ik moet wel eerlijk zeggen dat ik echt niet graag in Geel had gewoond. Geel, je komt en je blijft, hè. Zo logen, hè, want ik ben er niet meer. Ik ben hier nu. Oké, de batterij was weer even leeg. Maar ik zei dus dat ik echt... Ik denk niet dat ik mij bij de cultuur in Geel goed gevoeld zou hebben. Ja, ik weet niet. De mensen in Geel zijn toch anders dan Limburgers. Dat is ja, ook, wat dat wel als we gingen wandelen ja, in Geel, dat vind ik ook wel. Wat dat wel een waarheid is dat zo bij ons, allee, ex bij ons, in de provincie Antwerpen, allee, Geel, Mol, wat is dat? Als je daar mensen tegenkomt of zo, dan zeggen ze niet van, hey, yo, knikken of nee, die lopen elkaar straight voorbij en mijn gezicht naar voren. Eigenlijk, de mensen hier in Limburg zijn gewoon over het algemeen vriendelijker. Ja, maar dat wist ik eigenlijk een al. Een andere mentaliteit. Vroeger toen ik met mijn kameraden op stap ging, gingen we eigenlijk nooit naar Antwerpen of naar ja, ergens anders. We kwamen altijd naar Hasselt. Ja. Maar mijn kameraden zijn ook wel altijd open. Ja, dat vind je niet, ja. Want ik wil net zeggen, dat ligt niet, dat wil niet zeggen dat de mensen in Geel niet vriendelijk zijn, hè. Die zijn gewoon minder open op straat en minder sociaal, vind ik. Als je ze niet kent, maar als je ze dan leert kennen, zoals al je vrienden, zijn super tof en super open en hele leuke mensen. Ik heb er heel graag mee te doen. Hmm. Dus de mensen van Geel zijn zeker heel vriendelijk, maar de mentaliteit gewoon... Op straat tegenover vreemden en zo is heel anders. Ook als je daar naar de als ik daar naar de supermarkt ging, is dat niet zo. Oh, fijne dag nog en zo heel blij en open. Nee, maar dat en hier is dat wel. Want nu dat ik erover nadenk, mijn mentaliteit ten opzichte van andere mensen leren kennen is ook wel veranderd. Want vroeger, toen ik in Geel nog woonde en eigenlijk mijn vaste klik had met mijn kameraden en zo. En er moesten dan andere mensen ja,
op ons pad komen, zal ik maar zeggen, dan zeiden wij altijd van, oh, ja, pff, moet je niet leren kennen, wij hebben vrienden genoeg. Allee, snap je? Ja. We hebben onze vrienden al en ik de rest denk ook dat dat de mentaliteit wat is, ja, in Antwerpen. Je hebt je eigen vriendengroep, ja, en de rest maakt inderdaad niet uit, ja, ofzo. Terwijl en in Limburg heb ik al veel mensen leren, ja, kennen, via, ja, u wel, maar ja, ik heb ze ook leren kennen. Ze zijn ook allemaal, ja, fijn mensen. En wij zijn gewoon in Limburg denk ik iets meer open naar anderen toe ofzo. Ja. Ik weet niet. Maar we gaan hier afronden, want dat was totaal de vraag niet eigenlijk. Nee. Nee, maar dus bij deze, mensen van Antwerpen of Geel of omstreken, ah, wees een beetje vriendelijker op straat. Het heeft niks met de vraag te maken, maar wees een beetje vriendelijker op straat. Zeg eens, hey, hallo. Nou, dus Niels had eigenlijk geen keuze om. Geen keuze. Oké, de laatste vraag, want anders gaat het veel te lang worden. Denk ik toch, is dat de laatste? Ja. Vindt Niels het soms vervelend dat je vlogt? Of dat je leven van vroeger bijvoorbeeld met een ex op YouTube staat? Nee, belangrijk niet. Nee? Ik ga ook niet Talisa verplichten om al die video's met, oh ja, dan ben ik met Sam bijvoorbeeld bezig, vroeger allemaal te verwijderen. Dat vind ik kinderachtig. Als, ja, ik dat zou verwachten, dat hoeft voor mij ook totaal niet. En ik denk ook niet dat er nu nog mensen gaan zijn die dat, die vlogs van toen allemaal gaan herbekijken. Misschien ja, iedereen als je, die nu kijkt, denkt, oeh, daar ga ik nog eens allemaal, ja, kijken. Als je een serie gaat opnieuw kijken, misschien ja, dat je alles van nul tot dan gaat kijken. Maar dan gaat je heel lang bezig zijn, denk ik. Mm. Dus ik denk niet, ik vind persoonlijk dat totaal geen probleem, eigenlijk. Ja, voor mij is dat eigenlijk gewoon, als het makkelijk was om niet te wissen, dan zou ik dat doen, maar zoveel werk. En dat zijn, ja, dat is best wel 2 of 3 jaar vlogs. Nee, ik kan het niet verwachten, vlogs. Maar ja, dat je dat allemaal gaat wissen. Hè. Je bent ook 29 jaar. Bijna je 30. Je hebt al vrienden achter de rug die daar ook in al je vlogs en op je social media zijn gekomen. Ja. Dus ja, die zijn er nu eenmaal, ja. Dus, ja, ja, jij hebt ook exen, maar ja, je hebt niet zo'n openbaar leven helemaal, ja, als mij. Maar dat maakt me echt niet uit. En ik denk ook wel, mensen weten dat dat mijn exen zijn. En daar heb ik ook goede momenten mee gehad. Dat staat op beeld. Dus ik denk ook echt niet dat er iets mis mee is. Ik wist dat niet. Ja, omdat ten eerste interesseert me eigenlijk niet. En ten tweede, dat is gewoon echt te veel werk. Om dat allemaal te wissen of op privé te zetten, daar heb ik geen goesting in. En it's part of my life, hè? Ja, ik kan er ook wel goed mee om, hè? Ja, en dus niet dat niemand, ik heb volgens of mij nog Niels niet veel die video's bekijken. Over exen van u. Zeker niet. Allee, over Sam bijvoorbeeld. Je hebt nooit iets slecht over die mensen gezegd. Zeker over, niet, dat dus is ook waarom, niet nodig, want die heeft ook nooit iets slecht gedaan. Voilà, dus waarom zou ik dat per se wel dat die video's van YouTube afgaan? Daar leek ik niet wakker van. Nee, dus dat is ook gewoon het verleden. Wij kijken daar ook niet naar. Hè? Nee. Die zijn er, maar die zijn er gewoon voor ons. Maar we kijken daar niet. Het is niet dat Niels en ik zeggen s'avonds, kom, we gaan even een vlogje kijken van 3 jaar geleden toen we samen was met Sam of met Geert. Nee. Dat doen we niet. Maar ja, ik zou ze kunnen wissen, maar I don't care. It's part of my life. En ik ga ze ook niet stiekem kijken op het kwartier dat ik op het toilet zit. Dan ga ik ook geen vlogje van 2 jaar geleden kijken. Ja, en wat zou je daar trouwens aan hebben? Niks, hè, daarom. Ah, wel dan. Voilà. Het is dat, maar feel free om die vlog te kijken. Dat interesseert mij niet. Ze zijn er, dus ja. En jij bent het deel van mijn toekomst. Yay. En dat is mijn verleden. Yay. Baby. Oké, we gaan toch nog 1 vraag doen. Alles van jullie loon op een gemeenschappelijke rekening zetten of ook apart houden? Ja, dat is ook persoonlijk, maar wij hebben een gemeenschappelijke rekening en we hebben onze aparte rekeningen. Wij spreken gewoon een bedrag af per maand. Ik zeg maar iets, dat kan 800 zijn, dat kan 1000 zijn, dat kan, hangt er vanaf hoeveel huur of lening of zo jullie moeten betalen. En we zeggen gewoon aan het begin van de maand,
We zetten elke dag op onze gezamenlijke rekening. Daar doen we de huur van, het eten van, onze rekeningen voor het huis. Ja. Telenet of zo. En als wij bijvoorbeeld gaan eten, wat momenteel niet kan. Halen, of, oh ja, of eten gaan uithalen. Dan betalen wij dat ook met de gezamenlijke. Ja, als dan bijvoorbeeld ik kleren wil gaan shoppen of jij, dan is dat gewoon van onze eigen rekeningen. En we hebben ook nog gewoon spaarrekeningen. Dat zal ook ergens niet eerlijk zijn, want dus bijvoorbeeld kleren van een man. Ik heb voor 200 euro misschien een broek, een trui en een t-shirt. En jij hebt voor 200 euro 20 stuks. Hè. Als je van een aquarium gaat shoppen. Tuurlijk, maar als jij bij de Primark gaat shoppen of zo, dan heb je effectief 20 stuks. Mannen kunnen ook bij Primark gaan shoppen, by the way. Ja, maar mannen zijn altijd meer merkgerelateerd, denk ik. Is dat? Hallo. Ik ben benieuwd, reageer of jullie, als jullie man zijn die kijken, of jullie vriendjes, zijn jullie meer merkgerelateerd? Of zijn jullie vriendjes meer merkgerelateerd of niet? Ik denk dat wel, want als je... Ik denk echt wel dat heel veel mensen ook kopen bij de H&M of de Zara. Maar wat ik net zei, als je basics koopt of zo, ik heb ook veel kleren van Zara, hè? Ja. Maar dat zijn dan hemden of... Wat bedoelt je dan met merken? Je hebt toch... Ja, oké, je hebt dus een t-shirt van Tommy Hilfiger of is één van Ralph Lauren, maar toch niet veel. Nou, bijna toch wel mijn t-shirten zijn van merken. Obey, Kani, Nike, Adidas. Ja, oké, maar dat Tommy, kost nu toch niet zo veel. Ralph Lauren, nee, natuurlijk niet. Ik zeg ook niet, een merk is een merk, hè. Ik zeg ook niet dat je merk van Essentials moet zijn of van Balenciaga. Ja, het is niet dat je hier met Gucci en alles van. Nee, dat bedoel ik ook niet. Ja, oké. Wat was de vraag eigenlijk? Ik weet het zelfs niet. Ah ja, van dat geld. Oké, ja, dus zo kun je... zo doen wij dat. Dat moet je natuurlijk zelf weten. Ik heb ook zoiets van, als je getrouwd bent en zo, kun je dat misschien wel samen doen. Ik zou dat nooit doen, denk ik. Ik denk dat we dat altijd wel zo zullen houden. Ja. Omdat dat voor ons werkt en dat gaat heel goed. En we hebben gewoon ja, ons gezamenlijk en dan nog eens onze aparte dingen. En als we niet zouden toekomen met het bedrag dat we elke maand storten, stel dat je nog iets gezamenlijk wilt kopen, een nieuw salontafeltjes hier, ja, dan zeggen wij van ah, die salontafeltjes kosten 400 euro, we storten eigenlijk nog 200 bij, want dan zijn die klaar. Hè. Inderdaad, zo doen wij dat. Ik denk dat dat gewoon het gemakkelijkste is. Dat is echt het makkelijkste en eerlijkste. En zeker ook als je pas gaat samenwonen, of pas, dat zo de eerste stap is dat je dat gaat doen, ga je gewoon een gezamenlijke rekening aanvragen. Dat is nog het antwoord op een andere vraag die we niet hadden gekozen, maar tips voor alleen te gaan, samen te gaan wonen. Oké, dus bij deze gaan we die ook nog beantwoorden. Ja, dat was toch een goede tip eigenlijk, van een gezamenlijke rekening te openen en zo uw financiën te doen. Hè. Dat is toch een eerlijke methode. Ik vind dat persoonlijk een goede methode. Ja, als je voor de eerste keer gaat samenwonen, moet je ook meubels en alles kopen. En dan zou ik ook gewoon alles 50-50 doen. Of zeggen van, ik koop het... tv-kast, de eettafel en de stoelen, koop jij de zetel of zo en zien dat dat gewoon afgestemd is. Mocht er dan ooit iets gebeuren tussen jullie, dat je wel weet van oké, die zetel is van mij, de tafel neem ik mee, de tv-kast neem ik mee. Zo, dat kun je ook doen, hè. Ja. Of anders 50-50 en dan, ja. Oké, we hebben weer lang genoeg gepraat, denk ik. Ik vond het wel minder leuk omdat ik niet zat aan het worden ben. En daarnet wel. Daarnet? Ja. Toen zei je toch, waren we toch aan het twijfelen dat alcohol. Maar het is gewoon van mijn Naloo. Nu voel ik het niet meer. Van die Naloo, ik voel dat, dat was er heel. Ja. Maar volgende keer, bij de volgende, die in februari gaat zijn, hebben we weer echte alcohol! Yay! Dat ik ook precies zo. Alcoholiekers of zo. Echt waar. Alcohol! Echt waar. Ik kan beter een abonnement pakken hier bij de drankhandel in Pau. Wijnplessen abonnementen voor ons Thalie zakken. Ik heb zoveel wijn drinken, ik ook weten. Heldere flessen drinkt hij. Flessen, flessen, flessen. Hou! Dat was tegen mij.
echt niet, hè? Dat doe ik niet. Oké, okay. We gaan hier ook deze Cocktail Hour Talks afsluiten. Hopelijk vonden jullie het leuk. Jullie mogen ons altijd een DM of hieronder, of een DM of zo, blijft anoniem, vragen stellen voor de volgende Cocktail Talks. En dan zien we jullie volgende keer!